Goedenavond, welkom op de persconferentie na onze match van vanavond. We gaan luisteren naar de analyses van de coaches. Zometeen Hein van Hazenbroek, maar eerst zuerst dat woord aan Herr Hollerbach van Sint-Truiden. Ja, goedenavond. Ik denk, we hebben een spiel gezien van twee goed organiseerde mannschaften. Die ja, op den Fehler vom Gegner gewartet haben. Wir haben leider ein Geschenk verteilt und dann sind wir bestraft worden zum 0:1 und haben dann aber trotzdem weiter Moral gezeigt und Mentalität, haben weiter nach vorne gespielt und gerade die zweite Halbzeit, denke ich, hat die Mannschaft ja, ihr Herz in die Hand genommen und alles versucht und dann, denke ich, auch verdient noch einen Punkt hier mitgenommen. Ja, ich denke, dass das unentschieden in Ordnung geht. Das ist mein Resümee vom Spiel. Dem Coach wünsche ich alles Gute, viel Glück und sehen wir uns wieder in Stein. Danke. Danke. Danke, Herr Hollerbach. Hein. Ja, ik heb er niet veel aan te toevoegen. Hè. Ik denk dat dat een goede samenvatting is van wat de wedstrijd heeft gebracht. Maar inderdaad, wij na goed druk zetten, ons eerste doelpunt gemaakt, dan nog wel een paar momenten gehad om er misschien wat meer mee te doen. De eerste helft was behoorlijk tot goed. Maar dan, ja, voor de tweede helft kan ik heel veel zeggen. Maar dat zal ik niet doen, want het is te veel. Het was harken. Laat mij het daar bij houden in de tweede helft. Harken enerzijds om overeind te blijven, alhoewel dat we niet heel veel hebben weggegeven, vind ik. Maar vooral harken om zelf nog iets te creëren. Dat was heel moeilijk. En, ja, kijk, dan begrijp ik dat de tegenstander, die eigenlijk heel de tweede helft balbezit had, geprobeerd heeft, ja, dat zij uiteraard het logisch vinden dat zij ja, een punt pakken. Het had misschien meer kunnen zijn nu. Het had ook meer kunnen zijn voor ons. Darko had vorige week matchwinnaar kunnen zijn. Met zijn tweede doelpunt, als we op standaard die stilstaande fase niet zomaar die goal weggeven, die tweede. Vandaag had hij weer matchwinnaar kunnen zijn. Als zijn kopbal 5 centimeter lager gaat, dan gaat hij onderkant lat en binnen. Dan is 2-0, dan winnen we misschien de match. Maar ja, het mag niet zijn. Niet voor hem en niet voor ons. Maar al bij al, kijk ja, als je dergelijke prestatie levert, dan kan je niet zeggen dat je meer had verdiend. Het had meer kunnen zijn, want je moet geen doelpunten weggeven natuurlijk. Het is niet omdat de tegenstander één weggeeft dat wij dat ook moeten doen. Maar dat is nu twee keer op een stilstaande fase, dat moet er absoluut uit. Voilà, dankjewel. Dat waren de eerste reacties voor de kijkers van ons intern tv-circuit.